Maar laat mij beginnen om de mensen die ziek zijn, beterschap toe te wensen. En de man dat ik sari de, terwijl Awan Kampu e sari, of terwijl Awan Kampu e mek presiri, terwijl Awan familie e mek presiri, da atra familie, da bruya, dena, dena sari, na zo bij mek mi tak odires masan da presiri, dat zijn de mensen die jarig zijn, een feestje hebben. Ik denk aan mijn achterbuurman Earl Tame Bonjo. Taba Bangstel. Isabi, maar als aan verveerde dat hij een buurman. Maar de man dat een goede buur is altijd. Isabi, na zo'n 3 uur, maar dat mij bij mij. Cliff, ja, stroom. Dat mijn abi, mijn paai, mijn zabi, view. Of me bella ma da emine na baka skot yara trusua 100 SRD jimi. Isa bida sa me trusua 100 SRD. Maar dat was jaren terug yara. No, mir ga gok sa 100 SRD. Ja, dat waren young boy. Isa bida ook. Of Cliff Mieren wan geluid na jude te pa baka jari. Dat in SRD bida. Bonjo is jaren vandaag. Hij is ook een trouwe baka natori luisteraar. Want vaak genoeg aan mijn zinbericht jimi. Samsa inode. En ik wil hem feliciteren. Vele gezonde jaren na deze. Earl Tame. Ik feliciteer ook zijn vrouw, zijn kinderen, zijn kleinkind tegenwoordig ook. En alle fans van hem. Flexiboy, Flexikill, Bonjo. Ik bel je later. Have a very nice day. Blijf gezond. En ga door met je programma. Je doet het op je eigen manier. En have a very nice day. En alle andere mensen die samen met Bonjo, Tapa Bangstel Tame, jarig zijn. En de Azari PC, dames en heren, dat is Wati. Wati Unugo Rostu. We hadden eerder deze week het bericht ontvangen. Wati is een... ik heb hem wel heel lang niet gesproken. Fossi was het contact intensiever. Maar volgens mij bijna 2 jaar in Minotaganga wat hij altijd was het een geplaag. Want hij is volgens mij samen met de president jarig op 3 februari. Ik wil weer harhara man. 3 of 2 februari. De president is 3 volgens mij wat hij na 2 of 3. Maar wat hij kon gweon. Wat hij is de laatst nog benoemd tot directeur van OSER. Ik wil natuurlijk ook al de mensen van die partij condoleren. Als een vrienden waarmee hij vaker zat te borrelen daar bij Urgil. Isabi. Ja, soms de man dat hij goed van libide. No? Vandaag beider. Isabi. En morgen beider niet. Heel veel kracht en sterkte toegewenst aan de familie. Isabi. Alle dierbaren van Wati. Sorry, maar Bekarama Wati. Melvin Waterval. De hele familie Waterval. We geven ze de power, we geven krakti, we leven met ze mee en we wensen de partij ook gecondoleerd met het heengaan van Wati. Solisi, terwijl ze maar dit is, is boeie, vraag je af, maar als maar dit is werkelijk, jongen, kan het? Maar het geldt toch voor ons allen. We moeten het accepteren en het enige wat we nog hebben... Isabi zijn de mooie herinneringen. Nadenken over leuke dingen die we gedaan hebben met Wati. Wati, ik weet zeker 2 avonden Oesdoluku playoff basketbal thuis bij mij tot in de kleine uurtjes. Lobby dringen, chisopi. Soms kan het geen kwaad. Soms moet je erop letten. Maar goed, nogmaals, sterkte aan de nabestaanden en... We zullen hem gedenken, de mooie dingen en de leuke momenten die we dus samen met hem hebben meegemaakt. Nogmaals, sterkte. Alle andere mensen die een sterfgeval hebben. Nitaram Charan is vandaag voorgegaan, althans de case van minister Noor Mohammed. Eigenlijk allemaal aan volg media, sabi dat de zaak uitgesteld is. Ik praat daar zometeen over. En het is toch wel belangrijk voor
Arki Sawot Taigi Tidebakana, omdat u moest weten hoe wij eigenlijk verder gaan. En ik zei nog in een interview vanmorgen, ik dacht tegen of Sun of Star News, dat you, Idenai Osomein, om goed ervan uit, ik ben geen journalist, dus het gaat me niet aan. En ik hoop dat de gast dat vooral ook straks zal benadrukken. Het gaat u wel aan. Je hebt er alles mee te maken. Dus ga er niet van uit. Mi ano journalist, dus ze vechten het maar uit. Ik voer u even terug naar het moment van vanmorgen. Het is heel snel gegaan. En toen Nita Ramcharan naar buiten kwam, hebben de journalisten haar enkele vragen gesteld. Als ook de advocaat. En haar advocaat is meester Edward Narendorp. Laten we luisteren naar Ramcharan zoals zij vanmorgen sprak tegenover de pers. In de beschikking van de rechter stond al dat elke 2 weken de zaak behandeld zou worden. Dus over 2 weken moeten we daar weer komen. Waarom uitstel? Kortge dingen duren vaak lang. Behalve als het om ziekenhuizen gaat of zeer spoedeisen. Maar doorgaans wordt het dus elke 2 weken behandeld. Nita, je kwam vandaag naar de rechtszaal. Met welk gevoel kwam je? Is er een bepaalde spanning van Highboy? In welke situatie ben ik terechtgekomen? Ik vind wel dat we onnodig in deze situatie zijn terechtgekomen. Omdat in die column niks staat wat niet kan. Zoveel mensen zijn ermee bezig. Eigenlijk word je onnodig in zoiets gebracht. Hè? Ik kwam wel hier met de overtuiging van we leven in een rechtsstaat. En dat in principe dit nooit tot een veroordeling kan leiden. Maar natuurlijk is het des rechters. Maar wat mij betreft kan het niet. En wat ik heel geweldig vind en gesterkt voel, is dat zoveel collega's, zoveel media achter dit principe staan van rechtsstaat en vrije meningsuiting. En dat iedereen beseft van vandaag is het staarnieuws, morgen ben ik het. En in een vrije democratie, in een rechtsstaat, moet dit niet mogelijk zijn. Ook al heb je als burger of minister het recht om naar de rechter te gaan, maar je moet wel kijken waarvoor ga je naar de rechter. En dit is gewoon tijdverlies voor een heleboel mensen. En ik vraag me af of de staat ook nog hiervoor moet opdraaien, dat je moet betalen voor alles. En wij worden ook eigenlijk in de kosten gejaagd. Maar voor de democratie, rechtsstaat, vrije meningsuiting is voor ons wel niks te veel. Nita, wat is een column? Want vele mensen kunnen het verschil niet echt goed uitmaken tussen een column en een nieuwsbericht. Kijk, een column is eigenlijk een van de... je hebt zoveel vrijheid erin, veel meer dan zelfs een redactioneel. In een column schrijf je je persoonlijke mening. En het moet ook een beetje treffend zijn, pakkend zijn, satirisch zijn, een beetje grensverleggend, uitdagend. Dus in feite moet je tegen een stootje kunnen. Weet je, dus dat wordt dus een column is heel persoonlijk. Helemaal wat de columnist zelf schrijft. Hè? Maar dan nog moet je in een column natuurlijk geen dingen zeggen die tegen de wet zijn en beledigend zijn. Maar in dit geval... waar de minister over valt, is dat ik hem politiek verantwoordelijk stel voor het reilen en zeilen bij het ministerie. Daar is iets uitgelekt. Tienduizenden, twintigduizenden, honderdduizenden mensen lijden elke dag omdat ze zoveel moeten omrijden. Die brug is gesloten en nu is vanaf februari een aanbesteding. En in juni wordt dat stopgezet, die aanbesteding. Er moet een nieuwe komen. De samenleving heeft niets gehoord. De West kwam als eerste ermee van, hey, die aanbesteding gaat niet meer door. En daarna zijn we gaan uitzoeken en we zagen van werkelijk, het gaat niet door. En de reden is dat confidentiële informatie is uitgelekt. En dat zeg ik niet ik, maar IDB zegt dat. Ja. En IDB twijfelt of het nou... geen integriteitsvraagstuk is ontstaan, want stukken mogen niet uitlekken. Goed, en op grond daarvan is die aanbesteding stopgezet en er moet een nieuwe plaatsvinden. We hebben niet gezien dat er maatregelen zijn getroffen tegen mensen die op het ministerie iets hebben uitgelekt en dat je zulke zware gevolgen hebt. Goed, dus het enige wat ik gedaan heb van minister, u bent politiek verantwoordelijk, dus eigenlijk moet u
de eer aan uzelf houden. En hij voelt zich beleden. Ik bedoel, hoe groot moet je ego zijn om je beledigd te voelen voor zoiets? En daarom vind ik het echt erg dat we hier nu allemaal moeten staan. Omdat iemand die minister is, die verantwoordelijkheid draagt, het gaat om algemeen belang, zich gewoon beledigd voelt. En zelfs al was dit niet in een column, dan nog is er niks mis. Weet je, als je deze mening niet mag uiten, dan weet je eigenlijk niet meer wat je wel mag. Want wat mag je schrijven? Ik mag niet zeggen van ik vind je bril niet zo geweldig mooi. Dan voel je je beledigd en dan ga je naar de rechter. Alsof rechters niets te doen hebben. En nu zie je, kort geding, eigenlijk willen de rechters het liefst dat je het uitstel vraagt tot 3 oktober. Maar dat willen we niet. We willen dat het zo snel mogelijk duidelijk wordt. Is de president misschien, minister Ramdien, zijn die misschien gekomen naar Starnieuws van oké, Nita, laten we praten met de minister om dat ding uit te praten? Nee, er is gewoon niks gebeurd en dat vind ik eigenlijk ook heel erg. Van de president en de minister Ramdien hebben steeds gezegd, persvrijheid is ons heel belangrijk. En dat wij ook een goede relatie willen hebben met de media en met journalisten. En we hebben ook heel veel gesprekken gevoerd eerder. Er zijn ook dingen misgegaan en wat ik heel erg vind is dat er gewoon niks is gedaan om dit te stoppen. Om in te grijpen. En het is geen ingreep in een democratisch proces. Maar je bent president en jij bent verantwoordelijk voor wat die ministers ook doen. Dus ik vond wel dat de president had moeten ingrijpen. En ook minister Ramdien die contactpersoon was geweest. Ik heb wel contact met ze gehad, maar ze hebben nooit iets daarover gezegd. En natuurlijk ga ik niet erover beginnen. En dus lijkt het alsof je niet bang bent. Ik ben helemaal niet bang. Het feit alleen dat jullie hier allemaal staan. Weet je wat voor een gevoel dat is voor de democratie? We hebben die zaak al gewonnen. De rechter hoeft niet eens een uitspraak te doen wat mij betreft. En het doet er ook niet toe hoor, wat eruit komt. Tot slot vraagje van mij. Heeft Starnieuws bijvoorbeeld nu een houding van nee, berichten van OW willen we liever niet behandelen. Want als je een tegenreactie krijgt, dan heb je weer de poppen aan het dansen. Nee, wij laten ons niet censureren. En ik kom uit een periode waar ik censuur heb meegemaakt. Waar mensen gewoon daar waren om die berichten te lezen. En je mocht een aantal dingen niet. Wel, dat wil ik nooit van mijn leven voor Suriname en voor de journalistiek. Dus ik laat me in geen geval censureren. We zijn ook niet rancuneus. We gaan die man ook niet boycotten. We doen gewoon ons werk. Het heeft geen invloed. Even voor de duidelijkheid, Nita, waarom zijn we weer zo snel buiten gekomen? Dat zal de advocaat eigenlijk uitleggen. Waarom zijn we zo snel buiten? Meester Edward Narendorp, de advocaat van Nita Ramcharan in dit geval. Meester Edward, wat kunt u ons vertellen, waarom zijn we zo snel buiten? Omdat de gang van zaken is vastgesteld. Vandaag is er van eerst geconcludeerd. Er is een conclusie van antwoord genomen. En de rivier is verder dat er over 2 weken gerepliceerd wordt. 2 weken daarna gedupliceerd. En dan wordt er een datum van vonnis gebeld. Het kan 5-6 weken verder liggen. Dus raar om te zeggen, uw cliënt, maar hoe ziet u de zaak van onze collega? Mijn cliënt, jullie collega. Als ik niet optimistisch was, had ik er gezegd van corrigeer maar. Maar er is geen enkele reden om ergens op terug te komen in dit geval. Ik denk dat ze een sterke zaak heeft. Is er jurisprudentie of zijn er wetsartikelen waarop u zich zou kunnen baseren? Het is een standaard beledigingszaak. In principe kan het alle kanten opgaan. En het is in hoge mate afhankelijk van hoe een rechter het beoordeelt. De ene rechter gaat naar de ene kant, de andere naar de andere kant. Meneer Randorp, kunt u zelf aangeven... juridisch, wat voor u de punten zijn waarop de rechter het zou kunnen zeggen van dit is niks of dit is wel iets? Dus hij moet eigenlijk beoordelen of er een oogmerk was om te beledigen. En een columnist beledigt niet. Een columnist spreekt alleen maar. Maar de ene mens is eerder beledigd dan de andere, afhankelijk van de lengte van je tenen. Maar wat betekent het eigenlijk democratisch gezien dat de media voor ons steeds in conflict komt met de regering? Het is onvoorzichtig om de pers aan te pakken. Onvoorzichtig. Daar kun je beter van afblijven. En je beperken tot wat je moet doen, namelijk besturen. En een dikke huid hebben. Als je een
een te dunne huid hebt of te lange tenen, zit je op een hoge plaatspositie altijd moeilijk. We hebben in het verleden, zo lang terug, ook uitspraken gehoord in Suriname en Nederland onder andere. In die zaak van de president tegen een ondernemer. En daar heeft de voorzieningsrechter gesteld dat politici of mensen met een hoge ambt zich anders en verdraagzaam moeten opstellen. Stellingname dat hoge bomen zijn hoog en vangen veel wind. En dat moet je kunnen doen. Als je er niet tegen kan, moet je niet die positie innemen. En naar mijn mening is dat hier aan de hand. Als de advocaat was van een andere partij, hoe zou u hem zijn? Ik zou aan hem adviseren om dat niet te doen. Geen zaken hangen te maken en je te beperken tot je opdracht. Ja, meester Edward Narendorp, de raadsman van Starnieuws van Nita Ramcharan tegenover de media. De pers van morgen. Oké, ik zit hier met persman Pourzang, Wilfred. En dit is zijn baby, dus hij wil graag over dit soort onderwerpen praten. Wilfred Vego, welkom. Ja, je was er vanmorgen bij. Eigenlijk hoef ik niet eens te vragen waarom. Je voelde je verplicht, no? Net als alle anderen, om daar te zijn. Ja, absoluut. Je hoort er gewoon bij te zijn als journalist. En als je begrijpt waar het om gaat. En bijna slaap je niet de avond van tevoren. Want dit gaat om niet alleen de journalistiek. Dit gaat om veel meer. Het gaat alleen maar om Nita Ramcharan. Het Starnieuws gaat om heel veel meer. Ik zei dat daarnet, voordat ik Nita liet horen. Geen ver van mijn bed show voor de mensen die gewoon thuis zitten. De man die nu zit te eten aan tafel en de mensen in de auto. Je bent het ongetwijfeld met me eens. Misschien kan je me uitleggen waarom dat precies. Kijk, ik denk maar begrijpen als je dat. Je nyami nyai arki, maar het is veel meer dan wat je inderdaad, denkt. Inderdaad. Look, persvrijheid en vrije meningsuiting. Persvrijheid is iets in de recht waar de pers van gebruik maakt. En vrije meningsuiting is het recht waar de hele samenleving gebruik van maakt. Ze liggen in elkaars verlengde. If one pers in one country in a day, en if Libisma samenleving dan maak ik gebruik voor taxa de wani, en daar stopt het niet bij, in de intact verantwoord te zijn toe, in de macht beledigd naar de zaad. Als die twee dingen er niet zijn, in een samenleving, een democratische samenleving, functioneert die samenleving niet goed. We kunnen heel veel erover zeggen, maar laat me het proberen samen te vatten. If pers no mag tak salamus taki, als de burgerin niet mag zeggen, denken en schrijven en uitleggen wat ze willen, dan wordt de samenleving monddood gemaakt. Dan krijg je overheden, en het zijn alleen maar politieke, maar vooral politieke overheden, maar ook machtsinstanties of instituten, als het nou financiële, economische of wat dan ook, of machten zijn, die doen met die samenleving wat ze hebben willen. Want zij hebben dan een grip op de samenleving. En daarom zeggen wij, en ze net hoorde ik niet het weer benadrukken, het doet er niet toe voor ons wat de uitspraak zal zijn. Omdat wij gewoon doorgaan met waarmee wij bezig zijn. Het maakt er wel toe voor die samenleving. Want, en natuurlijk die samenleving die heeft, die kijkt naar de, mijn man Arke, you know, Cliff. Mijn man Arke Bakkanatori, mensen zijn elke ochtend afgestemd op een radiostation, bij krantie. Als je ziet naar de publieke opinie in dagbladen, radio, televisie, noem maar op. De radio, de belprogramma's. Is niet Nita Ramcharan of Wilfred Lewin of Cliff Limburg. Je hoort die samenleving. Nu wordt de media gezien als, de pers wordt gezien als zoiets van
de stem van de samenleving. Als je die uitschakelt middels rechtszaken, en dat is waar wat wij willen weten, wat gaat de rechter beslissen? En wij, natuurlijk, de rechter gaat moeten toetsen. Is er beledigd? Is er gelasterd? En is het moeilijk voor hem of haar? Het is helemaal niet moeilijk. Voor zo'n rechter? Nee, het is helemaal niet moeilijk. Natuurlijk... Waarom dat uitstel? Ja, ik misschien omdat het moeilijk voor hun is om vanwege... Het is de staat eigenlijk. De staat heeft het medium naar de rechter gebracht. De staat en de minister, zeker de minister, hebben het medium en de journalist naar de rechter gebracht. Als je zegt de staat, ik ben blij met deze uitleg. Als je zegt de staat, wacht, hou dat vast, want ik zag iemand een opmerking maken, ik wil even daarop terugkomen. Wat iemand zei, en ik vind dat je daar iets over moet zeggen, want zo zie je dat de man heeft begrepen zijn helemaal, toch? Mm-hmm. Want ik was maar in mijn opmerking van, maar hoe lang gaan jullie nog Riyad aandacht? Hoe lang gaan jullie nog aandacht schenken aan Riyad? Ja, dan is het geen aandacht schenken aan Riyad. Het is veel meer dan dat. Ja, eigenlijk is het is absoluut geen aandacht schenken aan Riyad. Maar als ik in de schoenen van Riyad stond, dan had ik grif bedankt voor deze aandacht. Want ja, in het vorige gesprek noemde je een woord van pispaal. Je wordt als minister pispaal, want ik las vandaag stuurde iemand, oh niet, dat stuurde mij een iets van iemand die haar een app stuurde. En daar zat de persoon van in de public court. Ja, maar jullie hebben niet al gewonnen, weet je. Maar, dus de publieke opinie die je krijgt als bewindsman tegen jou... En ook de manier hoe die minister zich heeft uitgelaten op radio en televisie. Niet alleen in deze zaak, maar ook op andere podia met bedreigingen. Zijn zeer onverantwoordelijk. En als die minister het niet inziet dat hij zichzelf daarmee verschrikkelijk in de vingers snijdt. Ja, dan is het zoek. Maar het ligt niet alleen bij die minister. Daar kom ik op, want... Je zegt eerder, het is de staat. Het is geen Noor Mohammed. Het is de staat. Dus ik ga ervan uit. Noor Mohammed die zag niet op zijn kamer daar aan de koppen aan de Latschmanstraat. En gezegd van, ik ga een case indienen. Ja, kijk, het moet zoiets niet in overleg gebeuren. Ik bedoel, je hebt een president. Je hebt de raad van ministers. Maar het is toch de staat? Ja, kijk, in dit soort gevallen. Dan is het eigenlijk, is het wanneer de president een wet maakt. En die wet valt onder het ministerie van. Zo is het. Maar het is de staat die verantwoordelijk is voor deze case. Het is de staat die opdraait voor de kosten. Mm. Om het on te maken, te spannen het aan. Tegen het medium, tegen de journalist. Dus de staat. Maar het is Noor Mohammed, de minister Noor Mohammed. Die daar eigenlijk voor in persoon die staat. Namens de staat procedeert tegen. Het medium en tegen de journalist. Maar het is de staat. Mm. En dat heeft een groot gewicht. Niet de persoon van de minister. Maar de staat en de persoon. En daarom zei de rechter vanmorgen ook. De staat in de persoon van de minister van openbare werken. Mm. Oké. Maar als de president staat toch aan het hoofd van de staat. Ja. Ja, dat is eigenlijk een heel mooie vraag. Een heel mooie opmerking, Cliff. Nou, dat is hoe jij opmerkt dat de president aan het hoofd staat van de staat en de ministers is even verantwoordelijk voor wat zij doen. Het is precies eigenlijk de uitspraak die in die kolom is gebezen, gebruik jij niet. Jij zegt eigenlijk, maar die president is toch verantwoordelijk. En dat is hetzelfde wat in die kolom is gezegd. Ja. Die minister is verantwoordelijk voor wat op zijn ministerie gebeurt. Jij zegt, maar het is toch de president die de staat... De president is verantwoordelijk. Erger nog, de president en de minister van Bibes, die een coördinerende functie heeft binnen de regering, hebben met deze journalist Ramcharan aan tafel gezeten, aantal gesprekken gevoerd en bepleit hoe persvrijheid en vrije meningsuiting hoog bij hun in het vaandel ligt. En dat ze een goed contact willen hebben
met journalisten en met media. Nou, en als je als verantwoordelijke, als hoofd van die staat, politieke hoofd van die staat, dit soort missers laat plaatsvinden, dan is er eigenlijk iets mis. Want het is toch duidelijk. Ik denk niet dat iemand in die samenleving met een beetje goed common sense achter de minister kan gaan staan wanneer hij zich beledigd voelt omdat de journalist, en let wel, in een persoonlijk, in een column schrijft dat hij verantwoordelijk is. Al die andere informatie zijn feiten. Die komen uit de bron van die informatie zelf. Dat in dit geval is het het project, infrastructureel project van de IDB. De rest is allemaal feiten. En natuurlijk gaat de rechter het toetsen. Dus ja. Er is helemaal niks mis met een column. Mooier nog, ook al zou het in een artikel staan, is er helemaal niks mis. Marcel die zegt een mooi ding, heb ik ook eerder voor deze uitzending gehoord. Hij zegt de procureur-generaal is verantwoordelijk. Hij of zij vertegenwoordigt de staat in wet en rechten, wat ook natuurlijk zo is. Absoluut. Maar de procureur-generaal hoeft niet lijfelijk aanwezig te zijn. Mm-hmm. Hij kan iemand van zijn kabinet afvaardigen en dat is ook gebeurd. Maar kijk, wat ik me niet kan voorstellen, misschien breek ik mijn hoofd te veel daarover. Als de zaak zo duidelijk is, toch, als je geen enkele belediging kan halen uit wat daar staat. We hebben het allemaal gelezen, toch? De Vrijdag zegt, ik heb het en gelezen en weer gelezen. Ervan uitgaande van, misschien is er toch wel between the lines iets dat niet gevonden. Dan hoe kan een rechter anders beslissen? We beïnvloeden geen rechters. Ja, ja. Maar ja. Het kan bij mij niet. En hoe kan dan een rechter zeggen, de minister heeft gelijk? En ja. Als een rechter dat zegt, dan kan je mooi zeggen van, maar wij gaan dan door. Maar hoe ga je dan door? Nou, er zijn twee dingen. Nou, het werkt ergens wel demotiverend. Ja, het klinkt demotiverend. En daarom, jouw eerste vraag is belangrijk. Want wat zal het effect hiervan zijn? Niet voor ons journalisten, wij gaan door. Ik denk dat als de rechter, en dat kan gebeuren. Ik praat vaak met advocaten in de rechtszaal en één ding leer ik van ze. Je kan pas zeker weten wat het resultaat gaat zijn wanneer de rechter een oordeel heeft geveld of een vonnis heeft uitgesproken. Daarvoor weet je het niet. Het kan alle kanten. En die advocaat van Star Nieuws, die heeft het vandaag ook gezegd. Net gehoord, ja. Ja, het kan alle richtingen uitgaan. Maar je bent in die samenleving en ervaren als we zijn als journalisten. En ik zei net in het vorige gesprek, eigenlijk is een verkeerde journalist aangepakt. Want de ervaring die daar ligt en van waar de persoon komt. Maar goed, we komen misschien straks nog erop. Maar de ervaring die daar ligt bij ons, als het gaat om wat belediging is. Ik bedoel, hier spelen twee dingen, Cliff, op basis van je vraag. Ik denk dat een stukje ego speelt hier. En het andere is dat er een machtvraagstuk gaande is. Ego, dat zien we niet alleen bij deze minister, maar je ziet dat veel machthebbers, veel mensen die een hoge ambt vervullen, ervan uitgaan dat je niks tegen hun in mag brengen. Omdat zij in die hoge ambt zitten. En we zien in dit geval dat echt wel zo is. Want de minister die geeft ook vaker aan hoe goed en geweldig hij is voor de samenleving. En we moeten hem koesteren. Terwijl hij die samenleving wil straffen. Straft, ja. En als je dat niet inziet, dat niet samen gaat, dan is het een ego-probleem. Onze collega zei vandaag ook in het gesprek van ze net. Wat voor een ego moet je dan wel hebben om je beledigd te voelen als iemand je wijst op je verantwoordelijkheid? Dat is één. Twee, dat van het machtvraagstuk. Dat heeft echt te maken met de samenleving. Wanneer vanuit de regering, want die is naar de staat. Wanneer vanuit de staat, minister, de regering, via de rechterlijke macht wordt bereikt dat mensen
de regering niet mogen wijzen op hun verantwoordelijkheid, dan is de democratische belevenis in dit land echt zoek. Mensen gaan, overheden, machthebbers gaan daar vrij uit. Ze kunnen doen en laten wat ze willen, zonder dat zij kritisch benaderd worden of gecorrigeerd worden. En wat is eigenlijk democratie? En wat is een pijler in een democratie? Unum onderschat dat sanity. Wanneer die rechter een uitspraak gaat doen, gaat hij, moet hij met deze mogelijke gevolgen rekening houden? Ik denk dat we een verstandige rechterlijke macht hebben, waarvoor ik me de laatste jaren wel, zorgen om maak, is misschien die beïnvloeding die er vanuit de politiek kan zijn en de lijnen die lopen vanuit de politiek naar de rechterlijke macht. Maar ik ga ervan uit, ik dwing mezelf om steeds vertrouwen te hebben in onze rechtsstaat. Anders zijn we verloren in dit land. En een rechter houdt inderdaad ook rekening met de maatschappelijke orde. Hoe de samenleving in elkaar zit. En dat daaraan geen schade wordt gericht. Niet door de samenleving, maar ook niet door machthebbers. Daarom is het een onafhankelijke rechter. Die rechter houdt wel degelijk rekening met de maatschappelijke orde. Dus wanneer dat zou plaatsvinden, dat de media, journalisten, monddoel zijn gemaakt, de mannen maar tak niks moren, want ze worden bang. En dat is het machtvraagstuk waar ik het over heb. Want we hebben aan 2 of 3 rechtszaken gehad, waar inderdaad, zoals jij zegt, een bewindsman in het gelijk is gesteld. Eén voorbeeld waar ik me afvraag hoe dat heeft gekund, is toen de minister van Volksgezondheid werd uitgemaakt voor fascist, dacht ik het woord. Narcist. En de persoon die dat heeft geuit, die moest dat corrigeren. Nou, maar is die fout niet door Guillermo Samson, was het? Hij heeft gezegd, Ramadine is een narcist. Had hij niet moeten zeggen, Ramadine leek mij een narcist te zijn? Weet je, als je zegt hij is een narcist, kijk, het recht is vaak zwart-wit, hè? Dan kijkt men van, je hebt gezegd hij is een narcist en hij is het niet. Maar het gaat hier om een uitspraak die past binnen de context van vrije meningsuiting. Toch, want je kan niet bewijzen dat je bewijst, no? Dat je een narcist is. Maar je kan niet bewijzen dat je bent fout. Maar de advocaat zei vandaag, hoge bomen vangen veel wind. De internationale gerechtshoven, de rechten van de mens, die dringen erop aan, bij overheden van, jullie moeten verdraagzamer zijn. Dit soort uitspraken ga je krijgen. Maar betekent hoge bomen vangen veel wind van, let everything come over me? Nee, want de wet zegt ook, je mag je mening geven. Je bent vrij. Maar daar stopt het artikel niet. Ieder naar zijn eigen verantwoordelijkheid. En dan staat het expliciet in de wet ook dat je niet mag beledigen, dat je niet mag lasteren, dat je de goede naam en eer van een ander niet mag schaden wanneer je het recht van vrije meningsuiting beleeft. En daar moeten burgers zich van bewust zijn. Maar als Samson had gezegd, de minister gedraagt zich als een narcist, ja, dan had de rechter geen poot om op te staan. Dus we kunnen hier niet zitten en zeggen voor wat de rechter, welke uitspraak hij, of tot welk oordeel hij komt. We kunnen alleen maar beredeneren als burgers. Het is aan de rechter gelegen om een oordeel te vellen en heeft afwegingsgronden. Wij beredeneren van, kijk, we zijn in de samenleving. En dat is precies ook wat het Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat zij als overweging meegeven, mensen zeggen dingen. En je bent daar, we hebben het ook laatst gehad met die case van de president in Nederland. Toch? Ja, ja. Waar de voorzieningsrechter zegt van, meneer de president, nee hoor, je bent president. De issue die speelt, want er is gezegd van corruptie. Er is niet gezegd dat de president corrupt is, maar corrupt. En de voorzieningsrechter zegt van, corruptie is iets dat plaatsvindt in de samenleving. En mensen moeten
vrij zijn om daarover te kunnen praten. Dus ik denk dat overheden, ministers, politici, machthebbers een stukje verantwoordelijkheid, een stukje verdraagzaamheid aan de dag moeten leggen en niet zozeer moeten gaan op hun ego en gebruik maken van wetgeving en rechtbanken om de samenleving te beknotten in hun persvrijheid. Ja, je zegt in jouw uitgebreid stuk vandaag, is een keuze tussen politieke macht en democratie. Dat heb je net uitgelegd. Ja. Kan je wat dieper daarop ingaan? Ja, kijk. Wat wil ik al eerder aangaf, wanneer de politiek, kijk, we weten intussen al dat de regering heel veel moeite heeft met kritiek. Hoe vaak wordt er in interviews aangegeven dat de kritiek, en dan is dat het niet, dan de regering en politieke machthebbers, zeker in deze regeerperiode, lijken niet bestand te zijn tegen kritiek en weten niet om te gaan met media, journalisten, en met kritische vragen of met kritische houdingen. Ze hebben graag dat je eigenlijk bijna een verlengstuk van ze bent. En alleen wat zij doen, dat naar buiten moet komen. En daar, je mag bijna geen vragen stellen daarover. Ja, want Riyad, de minister zegt, je kan me anytime bellen voor informatie. Ja, hoe vaak is dat gebeurd? En hoe vaak zegt hij van, maar dit. Ik heb het zelf ondervonden in het geval van die bruggen. Toch? In het geval van die brug over de Corantijnrivier. Ja, iedereen mag komen voor die informatie bij het ministerie. En als je gaat, dan, ik heb zelf gesproken, persoonlijk gesproken. En als je daar bent, als je met de minister praat, dan zijn er toch barrières. Niet alle informatie, dat mag niet. Clausule van geheimhouding, bepaalde dingen mogen niet. Dus het is makkelijk gezegd en moeilijker gedaan. Maar als die het is een strijd, een machtsstrijd tussen politieke macht en de democratische belevenis. Waarom democratische belevenis, Cliff? Zijn we democratie? Want democratie bestaat uit verschillende segmenten. Maatschappelijke groeperingen, politieke organisaties. Er moeten verkiezingen zijn. Zo zijn er 8 tot 9 punten. En een van die 9 punten, die hoog aangeschreven bij de Verenigde Naties, is persvrijheid en het recht van vrije meningsuiting. Dus die 2, die zijn samen met al die anderen, zijn ze belangrijke pijlen voor de democratie. Als je het niet hebt in een land, dan kan je bijna niet meer praten van een democratie. Niet bijna, je kan niet spreken van een democratie. En vaak zeggen jonge collega's, op basis daarvan hebben we een machtspositie. Het is bijna zo dat maatschappelijke groeperingen vanwege die democratisch gehalte inderdaad een machtsfunctie hebben in die samenleving. Omdat zonder die machtsfunctie, en die machtsfunctie is eigenlijk niet vanuit de grondwet, dat de grondwet wil zeggen is bij wet, is een de jure. Maar die machtsfunctie van die samenleving in maatschappelijke organisaties, dat is een feit, zeggen we de facto. En die machtsfunctie, die geeft die burger macht, de gelegenheid, nou, ik zeg direct ook erbij, in de wet staat ieder naar zijn verantwoordelijkheid, om gebruik te maken van persvrijheid, om gebruik te maken van vrije meningsuiting. If Nitaram Charang no, kies van vonnis, Stalins kies van vonnis, misschien weten wij onze weg te vinden, want hij gaat tegen ons waarschijnlijk elke dag een vonnis moeten. Een rechtszaak moeten aanhangig maken tegen de pers. Want wij, voor ons is vast dat de en dat schrijf ik ook in een stuk. Wie Samsa, wij gaan ons niet laten beknotten. Wij gaan door. Dus de resterende tijd van deze zittingsperiode gaan er waarschijnlijk nog een aantal rechtszaken komen. Want dit gaat ons niet belemmeren om door te gaan met waarvoor wij staan. Omdat het een fundament is van de democratie. Daar is de democratie op gebouwd. Maatschappelijke groeperingen. Je moet je voorstellen dat er geen verkiezingen mogen zijn in Suriname. Je moet je voorstellen dat er geen persvrijheid is. Dat mensen dit mogen zeggen. Dan praten we niet meer van een democratie. Dus daarom een vraag voor jou. In het begin nou een belangrijke vraag. Met dit maar een verstandig. Als dat een ver van mijn bedje. Want if you no mag tak say wani. Meen dat je nog mag geen gelegenheid
in de man Belgua Cliff, in de man Belgua Wangwang Krant, in de man Bel, in hoor je me voor, in de man lever kritiek, want het is daar dat de minister of die machthebber zich beledigd voelt, alleen maar alarm te bewijzen op zijn verantwoordelijkheid. Laat hij je beledigd echt. Laat staan als je hem echt beledigt. En het is jammer, maar we hebben een beklotting van persvrijheid en vrije meningsuiting al gekend in het verleden. En bij de komst van deze regering, en na die periode, 80e jaren na die periode, hebben wij een heel moeilijke weg afgelegd. En dan ga je zeggen, we zijn gedaald op de internationale index heel laag. En het heeft niet gelegen aan journalisten alleen. Het heeft niet gelegen, het heeft totaal niet gelegen. En dat staat ook in de internationale verslagen. Het heeft niet gelegen aan politieke overheden. Dat we nu weer zijn geklommen waar we zijn. Heel hoog. Wie heeft het gemaakt dat we hoog zijn geklommen? Die samenleving. Want wat is de toetssteen? Toetssteen. Ze kijken naar in welke mate kan die samenleving toegang hebben bij Cliff, bij Lim FM, bij Radio 10, bij APMT, bij de Douare Tijd. Hoeveel publieke opinie, dat is een van de belangrijke toetsstenen. Dus als vraag je me, vind ik wel een vaarlijk belangrijke actie. En dan was het voor ver van mijn bedshow. Een toetssteen van persvrijheid en vrije meningsuiting van democratie is in welke mate heeft die burger... Dat is een zeer belangrijk ding wat je daar zegt. Ja, en je kan het lezen hoor. En ook de mensen die luisteren, je kan zoeken op het internet. Maar alleen voor social media daarbij een behoorlijke bijdrage. Daarom is het heel moeilijk social media aan banden te leggen. Want je komt al gauw bij het beknotten van persvrijheid. Maar ik moet erbij zeggen, het loopt ook wel de spuigaten uit aan beledigingen, aan laster, aan heel wat dingen die niet normaal zijn op social media. Maar vandaag wil ik praten over de traditionele media. Social media, je mag je uiten. En ik ben ook van mening dat social media verkeerd wordt gebruikt. We staan in de wereld nummer 1 voor het gebruik van Facebook. Ja. Maar ik denk dat het ergens ook een beetje verkeerd gebruik is. Maar goed, ik praat over de traditionele media, radio, televisie, krant, de websites die behoren tot traditionele media. Ja. Dus wanneer, ik zei eerder al, if je veroordeelt Cliff of Wilfred of Ivan of Nita TD, dan heb je niet die mensen die met het beltje hakken beknot, want zo zou het lijken, en dat bedoel ik in mijn stuk, dan heb je die samenleving beknot en beroofd van een democratisch grond. En misschien moet ik een keertje zeggen wat grondrecht is. Grondrecht, want taki, om het kort uit te leggen. In een man doet niks eraan dat je nou een libisma. Ja, libisma kba. In een man doet niks eraan van je eruit ziet. Alles maar hebben nou een grondrecht dat je mag taki, je mag denken, je mag uitschrijven, je mag schrijven. Beeldende kunst is een vorm van journalistiek. Die man zijn denkwereld, die man zijn beleveniswereld, zet hij. Ja, maar daarom misschien een gekke opmerking. Geen enkele opmerking. Niet dat ik erachter sta. En ik hoop niet dat we daarmee wonden open dingen. Maar de mensen denken, de mensen beleving. Waarom is iedereen dan gevallen over die amant tegen VP? Als een monkey? Lekwang japi. Ja. Kijk, dat is... In de krant, toch? Ja. Dat was inderdaad een vorm van belediging. En dat is inderdaad een vorm van belediging. Omdat, behalve dat het maatschappelijk een gevoelig issue is... gaat het om, moet er wel aanleiding zijn? En er was geen aanleiding. Dat was echt een vorm van belediging waaraan een medium zich schuldig heeft gemaakt. En dat kan je niet zo laten. Dat moet je echt rechtzetten. Pardon. En dat is het maatschappelijk gedeelte waar naar gekeken wordt in het recht. Het is een gevoelig ding om mensen van een bepaalde etnische groep uit te maken voor aap.
en die vicepresident uitbeelden voor aap in een krant, dat is niet terecht. Dus er moet wel goed onderscheid gemaakt kunnen worden wat belediging is, wat vrije meningsuiting is. En het hoeft niet zo moeilijk te zijn voor de burger om bij het gebruik maken van het recht op vrije meningsuiting, om niet te beledigen. En ik denk dat dat een stukje ontwikkeling, een proces van ontwikkeling is, dat mensen wel moeten gaan leren van, ik mag zeggen wat ik wil. En maar ik hoef niet te beledigen. En ook behalve beledigen, je moet niet lasteren. Je moet ook mensen niet beschuldigen, valselijk beschuldigen, zonder dat jij enig bewijs hebt. Maar de grens kan ook heel dun zijn. En ook afhankelijk van het land, de regio waar je bent. Want beledigen, een zekere mate van beledigen, mag wel. Dus het ligt aan de rechter om uit te maken en aan niemand anders wat die mate van belediging die getolereerd wordt, wat dat precies is. En daarom zei de advocaat vandaag club van, de rechter gaat kijken wat het oogmerk is geweest van belediging. Maar ergens heeft me die nu een klacht in. Zeg maar wat. En ik heb het gevoel dat je bewust, zeg je het zo is, dat je bewust stroomonderbrekingen kreeg tijdens Bagandatori. En ik ervaar dat als een vorm van beknotting. Toch? Dan kan je daar wel iets in zitten, toch? Weet je, voor elke aanklacht moet er bewijs zijn in het recht. En de stroomvoorziening komt van een bedrijf, een staatsbedrijf, het EBS. En Lim FM heeft de klacht, het gevoel, de klacht, want het gevoel, daar moet je voorzichtig mee zijn. Je moet het bewijs hebben dat tijdens elke uitzending van Bakanatori een stroomonderbreking is. Dan gaat er een onderzoek moeten komen naar hoe de stroomvoorziening is, niet alleen naar dit gebouw, maar de omgeving. Toch? Is er sprake dat op een bepaald moment kan bewezen worden op een bepaald moment van de dag deze omgeving te maken heeft met loadshedding, dan is er niets aan de hand. En dan gaat men zeggen van meneer Limburg, dan moet je voorzieningen treffen, want ik ga terug naar dat punt, dat belangrijk punt wat je gezegd hebt van die beknotting kan ervoor zorgen dat we inderdaad weer gaan dalen op die internationale lijst. Absoluut. Niet alleen, het zijn geen individuen hè, die meewerken aan de totstand komen van de lijst. Het zijn heel wat mensen, vakbondsleiders, politici, journalisten enzovoort, vrijheidsstrijders. En je moet aangeven wat in jouw land plaatsvindt. Het is een waakhondfunctie die organisatie heeft. En wanneer blijkt, er zijn 8 criteria. Ik heb het net eentje uitgelegd over de pluriformiteit. Dus die wil ik net uitleggen. Dus dat valt onder pluriformiteit van het medialandschap in Suriname en de toegang van burgers tot media. Suriname scoort wat dat betreft heel hoog. Maar T.I. begint aan een rechtszaak, lijkt die zie. Dat mee bedoel. T.I. begint aan het mooie wat Suriname daar scoort, te knagen. Dus deze hele materie met Starnieuws, kan ons eigenlijk achtervolgen? Vandaag zaten we na de rechtszaak ergens en we hadden het hier over. En een paar van ons hadden zoiets van, maar onom je op akkondere voelvreven, moeten we die regering niet helpen? Want volgens mij is er geen besef bij die overheid wat ze aan het doen zijn. Weet je, en ik zei eerder, ze hebben eigenlijk ook wel de verkeerde persoon aangepakt. Want Nita Ramcharan komt uit een periode waar internationaal men, dat zo wij zeggen, het is een van onze stoomvoeten, een boegbeeld in de journalistiek. Het maakt zin in het buitenland ook. Snap je? Dat je zo iemand aanpakt. Het maakt dus, en iemand zei een paar zeiden van, maar hoe noem je een paar regering? Moeten we
weet je, om ze duidelijk te maken. Ze niet met hun domheid, uit hun domheid. Maar hoeveel gesprekken, Cliff, hebben we al met de regering niet gehad hierover? Mm. Trouwens, mevrouw Lamassera heeft het vandaag ook gezegd, toch? Niet dat dat ging. Met de president, met de coördinator van de regering. Hoeveel gesprekken hebben we niet gehad over persvrijheid? Wij hebben gevraagd. We zijn aan tafel gegaan, we hebben heel veel uitgelegd. Maar het was niet leuk. Moeten we dat niet doen, die regering niet zeggen van die regering, op Lim FM heeft Glenn Truideman, niet de eerste, de beste, een voorstel gedaan. Glenn zegt, je moet iemand benoemen, je hebt het gevolgd toch? Ik heb het gevolgd. Je moet iemand benoemen die dus bestuurlijk veel in zijn mars heeft, maar ook journalistiek. Om die regering te helpen, Fukura Lai, om het op zijn Surinaamse te zeggen. Toch? Fukura Lai als, een soort, kan ik zeggen, intermediair? Ja. Tussen regering ja. En Het kan een werkwijze zijn. Maar ik denk dat wat bij de regering, bij elke regering nodig is, is dat wanneer ze het ambt ambiëren, dat ze een training gaan volgen, hoe ze omgaan met maar die hebben het toch ook gedaan en het is al vele malen erger geworden. Ja, en de vraag is, door wie laat je het doen? Wat wil je horen of wat laat je je aanpraten? Toch? Je moet niet iemand naar binnen halen of een groep naar binnen halen die jou vertelt wat je wil horen. Je moet iemand jou laten trainen die wel verstand heeft van dit beroep. En een beroep is een zomaar beroep, journalistiek, media. Je bent bezig met de samenleving. Ik schrijf ook in mijn stuk dat overheden, de regering, de overheid en de media, journalisten, twee machtsfactoren zijn in de samenleving. Ze hebben beide een dienende taak. Nogmaals, we komen terug op jouw eerste punt, Cliff. Dit heeft te maken niet met mijn persoon of met Nita. Dit heeft te maken met die samenleving. Ja, en daar moeten we die samenleving goed bewust van maken. Want als je straks niet meer kan zeggen, minister Iyokt, of minister, maar het is uw verantwoordelijkheid. Dat moet je gewoon tegen ze kunnen zeggen. Jok. Natuurlijk. Ik heb deze minister, ik weet niet. Ik heb deze minister op een andere radiostation gehoord. Over de bermen die bebouwd worden. En voor zijn ongeluk was er nog een gast in de studio. Een mevrouw. Welk station was dat? ABC. Mm-hmm. Het programma ABC. Actueel. Elke ochtend. Mm-hmm. En die minister verdedigde een beleid, dat is een politiek beleid, over de bermen. Mm-hmm. En voor zijn ongeluk was er een mevrouw daar om te praten over gezondheid, een maatschappelijke groep. Aye. Maar die mevrouw heeft een technische achtergrond in precies het vak waarvoor de minister cum laude is afgestudeerd. Mm. En die mevrouw wees hem erop. Ik kan het niet met u eens zijn hoor. Want bermen hebben een bepaalde functie. Ze zijn daarvoor gemaakt. Is niet wat u uitlegt daar. Dus dat is die wisselwerking in de democratie. Hè, Cliff. Van burger en overheid. Amat takwansani als overheid. En dat, dat is het. En voor zijn ongeluk was daar iemand, een burger met diezelfde technische achtergrond als die minister. Dus het hoeft niet waar te zijn dat wat door de regeringsautoriteiten gezegd wordt. Bijna moet ik je zeggen, het is vrijwel nooit waar. Omdat het is bewezen dat politici praten in het belang van hun beleid, de details weglaten en meestal praten op partijpolitieke basis, ideologische basis. Dus hoe belangrijk is het nog dat we een samenleving hebben waar die burger kan zeggen van. Maar Wilfred. Dat noemt men assertiviteit in die samenleving. De bijdrage die je hier levert vind ik geweldig. Ik vind het fijn dat we zo vrij praten en dat de mensen goed kijken. Maar die mannen hier hebben dat niveau nog niet bereikt. Als wij, en ik zeg nu wij, als wij tegen een minister zeggen. In een live uitzending. Jokt. Minister Jokt. Ja. Natuurlijk. Hij komt nooit meer bij jou. Ja, kijk. Maar dit is een normaal woord. Het is een normaal woord. Je kan ook zeggen van meneer, maar dat is niet de waarheid. Ja. Je kan ook zeggen meneer. Je moet niet zeggen minister Uniek. Nee, want dat is grof. Maar je mag hem zeggen dat hij niet de waarheid spreekt.
Ja, en als ik kan aantonen van, want u zei een paar maanden terug, zei u dit, en ja. Nu zegt u een ander schiever. Maar eigenlijk is dat die democratische wisselwerking. Want, waar letten we op bij verkiezingen? We letten niet op wat jij zegt van, maar u heeft dit een paar maanden gezegd, u had dit beloofd toen u kwam. We letten op andere zaken, terwijl dat eigenlijk het punt moet zijn. Maar, minister, waarom zou ik weer op u stemmen? U heeft bij uw aantreden gezegd, u gaat dat, u gaat dat, u gaat dat. Wat is daarvan terechtgekomen? U heeft 4 jaar gezeten en niks gedaan daaraan. U heeft hem voor de gek gehouden. Mm. Dus verkiezingscampagne gaan over issues, moeten over issues gaan. En niet over andere zaken zoals... Ja, je zei, we zijn op het niveau. Ik denk dat de hele samenleving niet op het niveau is. Maar daarom zijn dit soort gesprekken wel nodig waar mensen bewust worden. Stel, je was niet in de gelegenheid om met mij hierover te praten. Dan blijft die samenleving in het donker. Ja. Maar wat... Leg het concreet uit. Noor Mohammed, die voert als een strapatse uit. De president is zijn baas. Goed, dat gaat zeggen. De president is zijn baas. Wat had je van zijn baas verwacht? Want die baas, die president, kan niet zeggen dat hij niet weet dat dit ding speelt. Nee. En dat het bijkans onderwerp is van elk gesprek in de media de afgelopen 2-3 weken... Die baas had toch iets kunnen doen? Is hij bang? Net, kan hij niet? Is net, hij net, hem niet aan? Net zoals Ramcharan niet heeft gezegd, minister, u bent verantwoordelijk. Net zo geldt, president, u bent verantwoordelijk. Hij had moeten ingrijpen. Zeker wanneer wordt aangegeven dat met die president gesproken is hierover en hij aangegeven heeft dat persvrijheid, recht op vrije meningsuiting, prioriteit genieten, hoog in het vaandel staan. Hij heeft nagelaten. Hoe zou hij moeten ingrijpen? Door die minister te zeggen van, hé, luister, die rechtszaak, dat gaat niet door. Dat is niet goed. We gaan die pers of we gaan die mevrouw uitnodigen als je vindt dat je... Of schrijf, en meneer Treudeman heeft het ook aangegeven, schrijf een ingezonden stuk. Maar trek de zaak in. Trek die zaak in. Want, weet je... Maar heb je daarmee alles gedaan als je de zaak intrekt? Weet je, naar de rechter gaan, jouw media, jouw mensen naar de rechter brengen. Dus nogmaals, die is aan een manier, Noor Mohammed in persoon. Mm-hmm. Die is naar de staat brengt, een gerenommeerd journalist. En je moet ook kijken waar staan. En weet je waarom ik het zo aangeef? Dit maakt, we zijn niet op een eiland in deze wereld. Mm-hmm. Hè? We moeten kijken aan wie je die schade toebrengt, aan die samenleving. En wie je probeert, en hoe die samenleving via wie probeert uit te schakelen. Dat is wat hier speelt. En die president, ik hoop dat hij het hoort hoor, die heeft zoveel met ons gesproken. Ik was er persoonlijk bij. Over persvrijheid, over recht van vrije meningsuiting. Hoogste woord. En je voelt je warm wanneer minister Bibes en de president daar aangeven hoe belangrijk deze democratische grondvesten belangrijk zijn. Die president is verantwoordelijk. Misschien krijg ik een rechtszaak tegen mij als ik dit zeg. Maar ik moet het zeggen. En daarom zeg ik in ervan, waarschijnlijk deze zittingsperiode gewoon meer rechtszaken krijgen als ze niet ingrijpen hierin. Want wij gaan niet terug. Maar waarom doet hij het dan niet? Ik weet het niet. Dat kan de president alleen, Antonica alleen maar vermoedens hebben. Er spelen waarschijnlijk andere dingen binnen de overheid, binnen de regering. Belangen misschien, of misschien, ik weet het niet. Riyad is misschien zijn lievelingsminister. Ik heb mijn vermoedens. En sommige vermoedens moet je niet altijd uitspreken. Maar dan ben je niet goed voor die functie toch? Als je die samenleving niet kan beschermen. Want jij bent verantwoordelijk voor het handelen. Ik schrijf in mijn stuk dat ze in Nederland... Laat maar kijken, in mijn stuk maak ik een voorbeeld van verantwoordelijkheid. Het ding van mevrouw Kimberly Seattle. Het is de voormalige baas van de Veiligheidsdienst in Amerika. Er is een aanslag geweest op de ex-president, meneer Trump, die nu kandidaat is voor het presidentschap van Amerika. En gelukkig is het anders afgelopen. Maar voor de Amerikaan
gaat het, en dan maakt het niet uit welke politieke kleur die heeft, als hij nou democraat is of als hij nou republikein is of ergens daartussenin. Het gaat erom dat, wacht even, als die veiligheidsdienst van ons valt, dan hebben we een probleem in het land. Dus maakt niet uit wie meneer Trump is. Iemand is ervoor verantwoordelijk dat het mis, dat het bijna finaal mis is gegaan. Die persoon in het hoge ambt, dat is die mevrouw, Kimberly Seattle, die heeft die verantwoordelijkheid moeten nemen. En heeft moeten bedanken. Ze is door beide in het huis, bij een commissie van het Huis van Afgevaardigden, heeft die vrouw, ik weet niet of je het hebt gezien op de televisie, maar het was aan de ene kant heel spijtig dat die mevrouw zo door het stof moest gaan, want ze is een goede ambtenaar, maar ze heeft moeten toegeven. En ze heeft gefaald en ze heeft er ontslag ingediend. Wanneer de minister van Openbare Werken in een publicatie aangeeft dat op zijn ministerie, en ik vond het zo'n ongelukkig gekozen bewoording in de publicatie van de minister. Eigenlijk niet van je papa. Het is vaak ongelukkig gekozen wanneer hij aangeeft dat mensen op zijn ministerie niet goed weten om te gaan met vertrouwelijke informatie. Hoe durf je? Zonder erbij aan te geven dat je had en als allerlei bekoren, als hij gezegd van dit wordt niet om te gaan met dit. Dus je, maar hij verdient. Hij zegt niets anders meer. Weet je wat hij zegt? Het stuk moet je volgens mij ook hebben. Hij zegt het is een vertraging in het proces van het project. Die man neemt geen enkele verantwoordelijkheid. Dus bij die overweging, ik zou zeggen van minister, als ik een rechter was, zou zeggen van minister. Die burger heeft je gewezen op verantwoordelijkheid. En dan ben je beledigd daardoor. Dus, ja, ik weet het niet. Extreem lange tenen. Het is, dat, zoals de advocaat het uitdrukte, extreem lange tenen. En als je tenen te lang zijn, dan moet je het ambt niet ambiëren. Maar ik krijg hier een gevoelig punt. Ik ben benieuwd om te weten hoe je hierop gaat reageren. Want ik kan het niet censureren. Van Limbo, waarom zeg je dit niet? Het is nog geen jaar geleden dat advocaat Narendorp, raadsman van Kirpelani, de zaak had aangespannen in Dokse Club en Centrale Bank van Suriname om de vrijheid van meningsuiting te beperken. Nog een keer. Moeilijk. Nee. Ik ga erop ingaan. Nog een keer. Ik ga alles voor je lezen. Er is nog een jaar geleden dat advocaat Narendorp, raadsman van Kirpelani, de zaak had aangespannen in Dokse Club om de vrijheid van meningsuiting te beperken. Het is onvoorzichtig om de pers aan te pakken. Je kunt er beter vanaf blijven en je beperken tot wat je moet doen, namelijk besturen van en een dikke huid hebben. Zo sprak Narendorp, advocaat van Star News. Als je een te dunne huid hebt of te lange tenen, zit je op een hoge positie, altijd moeilijk, voegde hij eraan toe na afloop van de eerste zitting. Dat is vandaag gezegd, ja. Inderdaad. Mm-hmm. Maar het voorstukje begreep ik niet zo goed. Een Dokse Club. Ik denk dat het te maken heeft met dat om dat boek toch? Ja, ik weet waar het om gaat, maar ik wil het duidelijk horen. Ja, maar ze hebben het niet zo geschreven. Ja. Niet zo duidelijk geschreven. Nou, maar daar komt het erop neer. Laat me de luisteraars aangeven waar het hier om gaat. Een advocaat, in het geval Narendorp, die heeft verdedigd dat, dat die meneer van Dokse Club, dat is een buitenlander, een ondernemer, en ook andere mensen in de samenleving, genoemd worden in een zaak. Hij vindt van dat recht van de vrije meningsuiting, dat mag niet. Dat is niet van toepassing. Ik zeg, een advocaat die verdedigt onder alle omstandigheden zijn cliënt. Star News, Ramsarane hebben vandaag Narendorp als advocaat. Een advocaat verdedigt onder, ook al zou je fout of slecht zijn, hij gaat er het uiterste gaan om jouw case waarvoor je hem betaalt,
om hem te verdedigen. Het is een moreel-ethisch vraagstuk. En de vraag is hoe ver is de moreel-ethische grens van die advocaat om te zeggen van nee, dat niet, of dat wel. Maar in het onderhavig wat de epper aanhaalt, moet ik zeggen dat de rechter heeft aangegeven, uiteindelijk, dat de persoon die meneer van de doktersclub heeft aangehaald en andere personen, wel het recht heeft om zich te mogen uiten. Oké, wat ik niet snap, ik lees hier voor, wat ik niet snap is dat als Riyad vindt dat zijn naam en goede eer zijn aangetast, is dat toch persoonlijk? Hoezo moet ik als belastingbetaler voor deze poppenkast mee betalen? Juristen moeten brood op tafel zetten. Ik begrijp dus wel waarom die jurist de zaak heeft aanvaard. Maar ik begrijp nog meer dat die jurist gewoon een... Oké. Okay. Nee, er wordt daar wel twee dingen samengetrokken. Mm. De jurist van mevrouw Ramcharan van Nita en Stanius, dat is een privé. De jurist advocaat van de staat, die verdient de staat. En wat is de staat? Wij zijn allemaal de staat. Wij zijn allemaal de overheid. Wij dragen allemaal bij aan het geld dat de staat gebruikt. En natuurlijk kan je de staat aanspreken van, maar staat, waarom ga je ons geld besteden aan zoiets? Grijp gewoon in. Is dat wat ik ook zeg toch? Ja, ja, ja. Dus dat is wat de persoon bedoelt. Mm. Waarom moeten we? Want de persoon heeft gelijk. Maar wij zijn allemaal de staat. Wij vormen allemaal de overheid en de staat. De overheid is de macht, maar wij zijn de staat. Staat Suriname. En wij dragen bij aan de pot met geld, met onze belastingen, die bij de staat, die door de overheid worden uitgegeven. En natuurlijk hoort het ook zo, zoals de epper zegt. Dus het is geen ongewone of vervelende vraag. Waarom gaat de president het geld gebruiken, of de overheid geld gebruiken om voor die rechtszaak, terwijl je het anders kan aanpakken? Dat is een terechte vraag. Ja, we krijgen heel mooie reacties. Mensen, je mag reageren. Wilfred zit hier. Wilfred, de man in het Chibodobrek, maar naar Sabernato. No. Ik wil best geloven dat er mensen zijn geweest die met de minister van OW hebben gepraat. Om hem te overtuigen dat het niet nodig is een rechtszaak aan te spannen tegen mevrouw Ramcharan. Maar vanwege zijn ego, zijn arrogantie, zijn grote mond, zal hij, ja... Dat is ook een belediging als een grote mond. Maar misschien zegt hij, mijn mond is niet groot, mijn mond is klein. Nee, maar... laat me ja, ik vind het heel normaal. Zo'n grote mond zal hij niet luisteren. Doordat de kosten in deze case in de staat Suriname betaald zullen moeten worden, dan drukt hij het gewoon door. Als hij zelf zou moeten betalen, dan had hij misschien geluisterd. Natuurlijk horen wij die baas van de minister niet, want hij is vooral de laatste tijd veel met zichzelf bezig. Om bijvoorbeeld alle tripjes en buitenlandse reisjes die hij nog kan maken, te maken met of zonder first lady en andere. Even sideline, ik kreeg een paar berichten. Is de president een winkel gaan openen? Nee, ik heb... Of is het ik een supermarkt? Ik heb dat stukje ook gezien. Hij is... moet nog bewezen worden, maar de geruchten in de stukken die ik heb gezien, duiden aan dat hij iets is gaan kopen. Een appartement is gaan kopen. Nee, ik heb het niet daarover, over van zijn zoon. Ja. Nee, ik kreeg een paar berichten. Misschien moeten we dat verder even uitzoeken. In Suriname, als hij de opening heeft verricht van een winkel of een supermarkt. Nou, dat leek mij gek hoor, als het waar is. Ik weet wel, ik heb zelf een keer een uitnodiging gezien waar hij dus een bar van een vriend op Noord presidentieel gaan openen en dat soort dingen. Dat ik een bar? Een tent, een cafeetje of een, zeg maar, in het buitenland zou zeggen, een tent. Is dat hier een mingle of weer ding? Volgens mij daar op Noord, ja. Dat is om de hoek hier. Ja, ja. Oké, we lezen nog even verder. Even kijken dat ik geen oude berichten lees hoor. Uitstellen van uitspraak kan een trick zijn. Oké, en ook om support te verdunnen. Indien dit kan. Ja, ik begrijp die zin niet hoor.
De lijnen die lopen in de politiek, de lijnen die lopen in de politiek en de rechterlijke mag houden geen rekening, omdat alle vakbonden systematisch naar de rechter gaan. Niet Nederland en ook geen VS zullen piepen hierover, het maakt ze niet uit. Deze rechtszaak is ongekend. Zelfs in de jaren 80 hebben wij zo'n situatie niet gehad. En juist onder deze regering. We vragen de mensen, want je voelt aan als een zin niet helemaal loopt. Dus probeert u kort en zakelijk en duidelijk te schrijven, want ik kan niet alles zo ontcijferen. Middag, met jou hoop ik dat de Surinamers niet denken, het is een ver van mijn bed show. Het gaat ons allemaal aan dat regeringen met hun vieze fieters afblijven van de pers. Ik vind het prachtig dat de mediabedrijven zo goed vertegenwoordigd waren vanmorgen. Een vraag rijst bij mij, waren er ook vertegenwoordigers van de Nederlandse en Amerikaanse aanwezig? Want die zijn altijd aanwezig als het om persvrijheid gaat. Maar in deze heb ik nooit een reactie van ze gehoord. Bedoelen ze ook ambassades, bedoelen ze? Ja, of maar collega's? Ik denk dat ze het wel goed volgen. Hoor. Vergis je niet, ze volgen het. Die ambassades. Heel goed. Goedemiddag Lim, deze regering werkt in onwetendheid, ze kunnen niet helpen. Een advocaat bevriend met een oom van me zei me eens, advocaten en rechters zijn gestudeerde leugenaars. Het draait allemaal om geld en status, heb ik onthouden tot de dag van vandaag. Middag, ik vind niet dat Noor Mohammed gelijk heeft. Hij is ook gewoon kwijtschelding, omdat het niet de staat of het ministerie is die zich beledigd voelt. Oké. Ik zoek een goede vraag voor je toch, Wilfred. Ik ben niet helemaal eens met Lewin. Ja, dit soort dingen bedoel ik. Ja. De meneer Noor Mohammed vindt dat hij geschaad is in zijn goede naam en eer. Dus moet hij zelf opdraaien voor de kosten. Als het ministerie besproken was, dan kon de minister namens het ministerie een zaak indienen. En de kosten de staat betalen. Kan je dat beter uitleggen? Ja. Kijk, de minister is deel van de overheid. En vertegenwoordigt samen met de president en de regering de staat Suriname binnen- en buitenrechtelijk. En met aan het hoofd de president. En als je, het is bijna eigenlijk om te lachen eigenlijk ook, als je als staat, als overheid, deze rechtszaak aanspant, en niet de minister die zich in zijn dingen voelt aangetast, maar als staat, dan is het heel ernstig voor de regering of voor de overheid. En daar is waar wij over vallen. Het is heel ernstig voor de staat dat een burger, een lid van de regering, heeft gewezen op dienstverantwoordelijkheid. Het zou heel erg zijn, maar iets minder erg als die meneer, die minister is, had gezegd, ik ga op persoonlijke titel die zaak aanspannen. Of het ministerie van OWI is daarbij betrokken, dus de minister van Openbare Werken. Maar de staat Suriname, dat gaat wel heel ver. Ja, iemand die heeft ons, helpt ons op weg. Het gaat om de opening van Ashley's. Dat is een meubelzaak aan de Gravenstraat, voorheen MN. Naast, tegenover Oranje School. Naast Ginipi. Oh, waarschijnlijk ja. 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 Iemand levert die kritiek hier. En deze dingen zie ik ook vaker langskomen de afgelopen dagen. Limburg zijn diezelfde mensen die te vuur en te zwaard de vorige regering gingen steunen. Nee, toen de vorige regering aanzat, werd de vorige regering bekritiseerd. Prima voor ze, muilkorf ze. Ook de persoon die daar bij jou zit. Is de maar mening is, ja, van de persoon. Maar de persoon, ook niet, jullie waren wel kritisch tijdens ja, ook dus tijdens de vorige regering. Jij weet er alles van. Ja. Ik bedoel van Mina. En toen we even aan mee. Maar kijk, maar ook dit mag, hè. Ja. Het mag. Het is hoe de persoon het aanvoelt. Laat de persoon het bewijzen dan. Ik bedoel van, ik kan allemaal,
ik kan je wat artikelen. Dus die kritiek van delen van de pers ja. wordt gezien als het steunen van de oppositie toen. Ja. Wij kennen geen oppositie en coalitie natuurlijk in ons werk van kiezen. Maar blijkbaar ziet de regering nu het als steunen van de oppositie. Juist. Ik hoop dat de regeringspersonen dat we daar zo echt kortzichtig zijn. Hoor. Weet je, maar goed. Maar ook dat mag. De burger mag zich uitspreken. En we hoeven ons ook niet te verdedigen. We moeten wel de zaken uitleggen. Maar ook dat mag. En anders moeten journalisten ook geen journalisten zijn. Want vandaag word je geprezen. Morgen word je bekritiseerd en met de grond gelijk gemaakt. Je moet gewoon je werk als journalist gewoon door blijven doen. En het is niet dat je een politieke signatuur bekritiseert of de hemel in prijs. Nee, het gaat niet om de politiek of om de man. Het gaat om de issues. Persvrijheid is iets van de samenleving. En het is iets waaraan geen enkele politieke kleur, geen enkele politici, geen enkele machthebber mag komen. Niet alleen Noor Mohammed. Maar de totale VIP-leiding heeft een probleem. Ze voelen zich allemaal boven normale mensen, denken goede te zijn. Wil. Geloof me. mensen worden te persoonlijk. Ja, die andere gasten zijn er al. Waarom heeft Noor Mohammed zijn mond niet opengetrokken bij de dambreuk van Allianz? Het is toch zijn nalatigheid? Minister of president, u jokt. Is niet grof. En ook geen belediging. Maar dat hebben we ook niet gezegd. Wilfred heeft gezegd. U liegt zo grof zijn, maar u jokt is niet. Nee. Is niet bewindsvoerders beledigen zichzelf als ze jokken en zichzelf in de positie zetten lugenaar genoemd te worden. En als de staat de media daagt voor de rechter, benadeelt ons qua belastingcentrum terwille van hun ego. Oké. Het is jammer dat Paramaribo zich alleen uitspreekt over corruptieve handelingen bij OW. Maar weet u wat LVV allemaal uitspookt in de reissector? De corruptie daar is even groot, maar jullie praten er niet over, zegt Radio Bikari. Radio had een afspraak met je en toen heb je gezegd, mina man, kom. Dus niet dat we niet erover praten, Juno, kom. Er zijn genoeg mediahuizen die vandaag niet aanwezig waren, want ze steunen die regering. Was je tevreden met de opkomst? Nou, ik was zeer tevreden en ik heb... kijk, je hebt mediahuizen, dat zijn mediahuizen... Maar je hebt journalisten. Mm-hmm. En wij zijn journalisten. En ik heb journalisten gezien van Apinti, EBC, De West, De Waarheid, SRS. Ik heb van Stella Staalsmede. Ik heb vrijwel, dus wat daar staat. Ik heb eigenlijk maar één media-eigenaar gezien. Dat ben jij. Ik heb geen media-eigenaar. En dat is een probleem ook. Media-eigenaren zouden hun journalisten hierin goed moeten ondersteunen. Want eigenlijk gaan wij door als media, maar we zijn geen media, we zijn journalisten. Maar ik heb dwars door die pluriforme medialandschap heb ik journalisten vandaag gezien. En ik ben heel tevreden. Ik ben trots op mijn collega's. Limbo, laten de journalisten maar laten. De persoon heeft gelijk, ze hebben de vorige regering werkelijk bekritiseerd. Vooral Boudersen en Hoefdraad. Kastserven is gestolen, zegt men steeds. Waarom onderzoeken ze het niet? Nou, hij niet, want hij heeft de zaak goed onderzocht hoor. Limburg in Nederland is de minister hoofdelijk aansprakelijk. In de Surinaamse constellatie geldt dat niet. In Suriname is de president aansprakelijk en niet de minister. Daarom is de staat ook gedagvaard. Als het project door de IDB wordt stopgezet, komt dat door Nita
van Starnieuws, zegt de minister. Daar heeft de vrede zich ook behoorlijk aan gestoord, hoor. Goedemiddag. Als we hier in Suriname tegen een minister zeggen je jokt, word je naar de rechter gesleept. Maar kijk hoe grof er wordt gesproken in de Tweede Kamerdebatten. Daar wordt zelfs gezegd je liegt tegen elkaar. Ik vond altijd de Tweede Kamerdebatten altijd spannend. Dat is zo vooral met Wilders in de oppositie. Ja, ja. Hij heeft het gemaakt met die man die is afgetreden. Rutte. Opmerkelijk dat de VAP-minister gauw geneigd zijn naar de rechter te stappen. Als Noor Mohammed zich zo snel aangesproken voelt, waarom bedankt hij dan niet? Eens is hij toch minister af, dan hoe verder? De laatste bericht door Noor Mohammed heeft gewoon kinderachtig gehandeld. Hij zoekt simpelweg aandacht met deze zaak. Die hele regering is snel op hun tientjes getrapt. Hoe interview of schrijf je een column zonder in problemen te komen? Goedemiddag, Noor Mohammed. Heeft de zaak aangespannen, weten dat het een groot deel van de rechterlijke macht. Ja. Oké, dit is van Narendorp. Goed, Ivan. Waarom zeg ik steeds Ivan, man? Jij bent Wilfred. Wilfred, we wachten af en kijken hoe de zaak zich verder zal gaan ontwikkelen. Hebben we alles gezegd? Kijk even hier op mijn... ja, eigenlijk wel. Je was subliem. Je uitleg. Thank you. Dat wil je nog benadrukken. Jouw eerste vraag. Dat het hier niet gaat om, om ons journalisten. Het gaat om de samenleving. En dat de hele samenleving zal ervoor moeten waken dat persvrijheid en het recht van vrije meningsuiting niet aan banden worden gelegd. Wij gaan als journalisten daaraan niet meewerken en wij gaan gewoon ons werk blijven doen. Daarom willen we heel snel weten wat de rechtsstaat Suriname van Suriname zal beslissen in deze kwestie als de politiek gaat bepalen in welke mate persvrijheid en recht van vrije meningsuiting beleefd en beschermd mogen worden. Ongeacht de uitslag daarvan gaat de journalistiek gewoon door met waarmee ze bezig zijn. En natuurlijk hopende dat de president alsnog inkomt. Dat zou een mooi advies zijn aan de president om het gezicht van Suriname, het gezicht van zijn kabinet, het gezicht van elke burger te redden. En niet dat op te hangen aan het ego van een minister die keer op keer onverantwoordelijke uitspraken doet. En nu het imago draagt dat je die samenleving moet straffen vanwege een of andere politieke cultuur, politieke keus. En dat je daar geen vel gaat ophalen en dat je daar geen straten gaat maken. En dat je zeer onverantwoordelijk en zeer, zeer ondemocratisch. Ja, ik zeg zeer dom. Dat constateer ik wel. Wilfred, dankjewel. Ja, welkom. Geweldig, thank you. Wilfred Lewin, prachtige analyse. En het stuk staat ook DWT online. En let op, het is ook de buurman zijn vrije keus om nu te timmeren. Onze verontschuldigingen. Dat storend overkomt. Hij is toch gekomen hoor. Die is. Je moet dat eigenlijk Dikkert. Dikkertje dap door op baga. Dikkertje dap, Vego. Goedemiddag, Suriname. Lembo, Vego. Sorry hoor, ik ben laf. Omdat je karmi dikkertje dap. Nee, dat lukt ook niet. Dat lukt ook niet. Ik ben zin al lang toe zo leuk doe. En mijn versie bij Londen altijd, doe je kolon toe, dus dat mag. Ja, dat klopt. Maar na drukte toch, de druk van het leven. Ja. Oké, jij bent er natuurlijk om weer te praten over... Over Taki. Over Taki, no? Ons maandelijks discussieprogramma Taki. Welke, we zijn weer aan zet, aanstaande zaterdag. Maar die praat er allemaal via. Hey, moest... Potje nog gewoon. Hij was nog... 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 Hij
Pacho Vego. Ik heb juist begrepen, je zit ook in, op de pot nog vandaag. Hij zit letterlijk op de pot. Nee, hij moet zich verontschuldigen. Hij kan helaas niet bij zijn laatste moment. Hij is een beetje pottig. Hij is een beetje pottig, pottig. Dat is een manja zo, joh. Mina Zami. Hij bent van bang. Nee, het kan gebeuren. Het gebeurt met ieder. Mm-hmm. Ja, man. Ai, maar je kan het aan toch, want dan ben je dat tak, man. Ja, nou ja, ja, kunnen we het aan. We kunnen het natuurlijk aan. Maar ik ben maar Grani natuurlijk naar aangelegenheid. Mm-hmm. En hij is natuurlijk de prater. Dus dan weet ik wel, man. Maar niet dat ik mijn mannetje niet kan staan. Oké, okay, jullie hebben dus een, jullie hebben wederom een avond, no? We hebben maandelijks dus een discussieavond en in aanstaande zaterdag, 24 augustus, dan hebben we onze vierde editie. En we gaan dan praten over jongeren in de politiek. Ja, vertel, wat hebben jullie voorbereid? We hebben voorbereid, even kijken, we hebben vijf partijen uitgenodigd en we hebben dan ook een ter zake deskundige die zal participeren. Even snel spieken, we hebben... Namens de NPS de voorzitter van de jongerenraad. En dat is mevrouw Danique van Vaartseveld. Mm. Ik zelf noemde de dame met vele namen op FB. Maar ze weet waarom ik dat zeg. Daarna hebben we de heer Conrad Acton. Hij is de ondervoorzitter van de NDP jongeren. Dus de NDP. We hebben mevrouw Angel Huang. Ondervoorzitter van de VHP jongerenraad. De heer Rildo Azeri. Hij is de jongerenvertegenwoordiger in het hoofdbestuur van de BEP. En we hebben dan ook de heer Obed Kanapé. Hij is vertegenwoordiger van de ABOP Jongeren. Mm-hmm. Ik vind het altijd prachtig wanneer ik hoor dat we politici in balans en dat is niet altijd. Hè? Dat is de bedoeling. Verschillende partijen. Dat het geen dingen is. Hè? Het is geen strijd tussen partijen. Het gaat om informatiedeling. Toch? En dat moet gewoon van alle kanten komen. Van alle hoeken. Ik mis mensen, vertegenwoordigers van de grootste coalitiepartij. VAP. Ja, maar... De man bij de? Tof. Bij deze takje is mevrouw Angel Huang, de afgevaardigde. Oh. Ja, zij is even weer speaker. Zij is de ondervoorzitter van de VHP Jongerenraad. Oh, oké. Bij de vorige edities, laat me ook heel eerlijk zeggen, is niet dat we ze niet hebben niet aanschreven, maar ik denk dat de behoefte nog niet bestond. Misschien keek men nog even de kat uit de boom van zijn programma eigenlijk. Maar nu heeft men wel door van, nou, dat denken ze objectief programma en we moeten gewoon participeren. Dus we vinden het maar. Ja. Mm-hmm. Oké, onderwerp, waarom is er daarvoor gekozen? Er is voor jongeren in de politiek gekozen. Bij onze vorige editie hadden we vrouwen in de politiek. En dit geval, jongeren in de politiek. Omdat de jongeren natuurlijk ook een rol spelen. Toch? Ook al hebben ze het niet altijd door. Maar als je kijkt naar de bevolkingspopulatie. Laten we zeggen tussen 20 en 40 jaar. Dan gaat het om 200.000 stemmen. En... Die 200.000 stemmen zijn een deel van die 625.000 inwoners nu die Suriname heeft. En die zijn goed voor 30%. Dus, en als je kijkt naar de verhouding, althans de opkomst, de stembus opkomst, ligt hier aan de 70-75%. Dus je kan je zelf je eigen met opmaken van die 30% is heel belangrijk. Heel cruciaal zelf om de verkiezingen natuurlijk ook te gaan beïnvloeden. En ook het feit dat de jongeren meer moeten participeren. Omdat zij dan, kijk, wanneer jongeren meegenomen worden in de maatschappelijke besprekingen, in de bestuurlijke debatten. Dan... hebben ze meer affiniteit. En dan gaan ze, en vooral ook als ze merken dat wij als ouderen toch een meeleven met hun in hun levenswereld, hun levensbelevenissen, hun problemen die ze hebben. En als wij dan daadwerkelijk ze aanpakken, dan gaan we wel merken dat die betrokkenheid er zal zijn. En dus vandaar dat we hebben gekozen voor het onderwerp jongeren in de politiek. En dan het zo gedaan te krijgen dat er meer participatie is. Ja, de debatten, die zijn dik cross B is het juiste woord, toch? Dicht op elkaar, of anders gezegd, voordat je denkt, is een maand voorbij.
krijgen jullie genoeg tijd om te evalueren? Ja, nogmaals, Lembo. Taki is een programma welke aanzet geeft tot de verdere discussies en de verdere implementering van laten we zeggen, de oplossingsmodellen die we aandragen, toch? Die aangedragen worden tijdens het programma. Dus nogmaals, bij elke taki of na elke taki is er een rapport welke we dus sturen naar de instanties, naar de groeperingen, naar de personen die baat bij hebben bij natuurlijk het onderwerp. En hebben ze gereageerd tot nu toe? Eerlijkheidshalve hebben we nog geen feedback gekregen over dit zijn... Wie hebben allemaal ontvangen? Het gaat om de... Het zijn verschillende NGO's die wij hebben gestuurd. Om Home ten Goede, die lijst heb ik dus nu niet. Het is bij een van onze andere leden die dat bijhoudt. Dus als je me daarvan... Het gaat niet lukken. Ik kan niet zomaar dingen uit het hoofd zeggen nu. Ja, maar het is wel jammer dat die mannen reageren. Enkele hebben op titel, dus op persoonlijke titel wel gereageerd. Dit ding, uiteindelijk, als analyse wordt gedaan, voor de gemeenschap toch? Het wordt voor de gemeenschap gedaan, ja. Dat is kijk, we willen die het gemiddelde denkniveau van de Surinaamse maatschappij, van de samenleving, willen we upgraden door middel van dit programma. Toch die betrokkenheid willen we hebben van alle lagen. Toch? En het is voor de gemeenschap, het is voor het volk, het is alleen maar, het komt alleen, ons alleen maar ten goede. Abou, ik hoop dat ook dit een succes wordt. Ja, dus ik wil dan ook direct een oproep doen aan vooral de jongere verenigingen, partijen, de wetenschappelijke bureaus. Van waar komen jullie het programma? Jullie kunnen natuurlijk ook online volgen zoals onze vorige, die op onze socials worden uitgezonden. En het wordt ook live op Rasonic TV uitgezonden. En ook nu ook TV 9, of kanaal 9. Even snel spieken voor jou, Limbo. Want ik kan altijd me vergeten. TV 9 is op kanaal 20.4. En Rasonic TV is te volgen vanaf kanaal 7.1, 7.2, 7.8. Dat zijn dus de kanalen waarop het live op tv te volgen is. Maar ook op onze YouTube-channel en onze Facebook-channel gaat hij simultaan live worden gestreamd. Oké, nogmaals, datum... Datum 24, zaterdag aanstaande, 24 augustus. Inloop 6:30 en we starten 7:00. Ja, maar. Op het laatste moment, Sanier. Ja, op het laatste moment. Vandaag leven we donderdag. Je hebt nog een dag om een voet ik wat mooi pakkie, drie wat mooi pakkie kom. Ja, ja. Begrijp je? Oké. Wat zou ik nog meer vragen? Dus is zaterdag. Oké, daar heb je alles gezegd nog. Ja, 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 om jezelf allemaal dat je een rateltje morgen. Maar min akkoord met het, min akkoord alleen. De informatie die ik geef is heel belangrijk en hard. Ja. Ja. Oké, okay, nou veel succes met Thank de takkie. Thank you, Limbo. Zaterdag aanstaande. En de volgende is dan op de laatste zaterdag in Nee, de takkies zijn de derde zaterdag van de maand. Elke derde zaterdag van de maand hebben we dus takkie. En hoe net ik waar is? Boy, hoe normaal? Kan de worst december, maar... Voor nu is het niet, denk ik het niet, omdat we heel veel topics hebben. En we hebben heel veel issues waarmee we ook zelf ook zitten die we willen behandelen. Dus I drive there en we nog maar slabak. Dus dat denk ik. Bon krakti, succes. Thank you, Lembo. Fijne dag verder. Daryl. Yes, man. Sdon, Daryl. Daryl. Wij gaan Richard zijn. Richards of Richards? R-I. Wij gaan, dames en heren, opbreken, want we moeten weer iets zien. Maar weet je, vroeger, als je zegt, ik ben gaan rechter, jongen, die hebben maar de muziek, boom, vroeger. Isabi, 4:30. Dat is echt mina kleven aan Sharan. Zo, maar weet je, vroeger, zo. Zo, maar weet je, vroeger. Ja, en toch ga je laat. Dus ik ga een beetje slapen.
Ik wil u vragen om deze organisatie te poweren. Maar met Pirailukudin toch, want wie als ze na de verkiezingen stoppen. Ik wil dat jullie gewoon moeten doorgaan. Maar ik vind nogmaals, maar ik begrijp het, de dingen zijn te dicht op elkaar, vind ik persoonlijk hoor. Maar natuurlijk, het is altijd belangrijk om voor die verkiezingen veel discussies te hebben over ons land en waar, welke kant we op gaan. Dus ik begrijp dat. Precies. Omdat we die vooral in die beweging die er was. Mm-hmm. Nogmaals, ik ga de naam niet noemen van die beweging, maar dat is een soort beweging. Dat heeft ons in een bepaald intros de das omgedaan. Komt dat geen zo? Komt dat geen zo? En we zitten dus nu in een situatie waar we eruit moeten komen. En dan moet het op een. Niet op een op basis van een beweging, maar op basis van je eigen oriëntatie. En wat je ook natuurlijk ziet dat er gepresenteerd wordt door de verschillende partijen. En dan ga je dan je mind opmaken en dan ga je bewust stemmen. Dus dat is het gewoon. Oké, daarom dank je wel. Ik ben toch ook niet bang, ik ben toch bang. Ja, dat is een feitje, nee, nee. Heb ik door in een gesprek. Nee, nee, ik ben toch niet kom. Uiteraard. Ook bij man, mensen, ik wil je bedanken. Ik bedank Wilfred, ik vond Wilfred geweldig. Hij is altijd goed hoor, hij weet, hij kent zijn stof. Maar de manier waarop hij het zo goed heeft uitgelegd, ik vond dat prachtig. Misschien dat ik aan het eind van Baga, nee, we gaan het opnemen, het nieuws van zaterdag. Niet dat heel, u weet, uit het nieuws van zaterdag brengen we mee, u meestal een soort van recap van goede gesprekken die we door de week hebben gehad. U zult dat geweldig gemerkt hebben, denk ik. Dat is dus zaterdagmiddag om 12 uur. En u zult ook gemerkt hebben, dames en heren, dat met het oog op de hoge kosten, dat we tegen 12 uur ook gewoon rustig uit die uitzending gaan. Want veel mensen slapen niet met Arkilem FM, dus we dachten aan de mensen er geen gelegenheid stellen om maar rustig te gaan slapen na 12. Maar dat zal even tijdelijk zo zijn, totdat we de zaak beheersbaar gemaakt hebben. Ik wil u een fijne bagan naartoe wensen. Fijne luistertijd. Robert Pinas is hier over pakweg 2 uurtjes met zijn muziek. En ik dacht dat hij vandaag een gast heeft, Jamal. Met wie hij dus de uitzending zal verzorgen. Je moet naar ze luisteren, deze 2 jongeren. Op Lim FM straks. Deze man gaat eerst lekker zijn bruine bonen zoeken. Opzoeken en daarna slapen en u weer spreken morgen wanneer wij een nieuwe aflevering hebben. Ik dank ook Darrel voor het komen en ik wens Darrel veel succes toe met Taki. Darrel, niet alleen maar de hele organisatie. Taki is er zaterdag. Ze beginnen om half zeven. En nogmaals, guys, ga jullie ervoor en het allerbeste. Mensen, fijne bagana. Tot morgen. Goedemiddag.